Sandbeek zie ik hier in het programmaboekje, Niels. Ja, de echte waarheid komt nu naar boven, hè? De aap komt uit de mouw. Ja. Jouw broer is niet jouw broer. Dat is niet mijn broer. Nee, nee. Die hebben wij gevonden. Dus Boy is gevonden? Ja, die is gevonden. Dat is wel een hele leuke uitspraak in deze kerstelijke sferen, zeg maar, hè? Ja, maar die hebben, het is toch wel leuk voor hem dat wij dat we hem in de familie hebben opgenomen, of niet? Ja, ik vind dat fantastisch. Ja, toch? Het is een beetje kerstgedacht. En jij hebt hem inmiddels geaccepteerd als echte broer natuurlijk, hè? Ja, ja. Hij woont niet meer thuis ondertussen, maar dat heb ik wel gedaan. Ik heb ook gehoord dat jij hem uiteindelijk handbal hebt geleerd, hè? Want hij lag in een rieten mandje, in een watertje natuurlijk, ergens bij Amstelveen, geloof ik, hè? Amsterdamse Bos. Ja, daar in de buurt ongeveer. Daar in de buurt. En dus jij hebt gewoon zijn handbalopleiding verzorgd, zeg maar. Ja, in de eerste 2, 3, 4 jaar heb ik dat zeker gedaan. 2, 3, 4, dat ga je heel snel, hè, die jaren, hè? Het is tijd geleden, hè? Ja. Dat is ook alweer een paar jaar, 20 jaar geleden voor me. Dus, Okay. Dus ergens is het misgegaan met de von en de van. Ja. Lijkt mij leuk, maar goed, daar moeten andere mensen ook over mee beslissen. Dat jij gewoon vanaf nu von heet. Okay. En Boy, van. Kunnen we dat ook nog omwisselen of niet? Nou ja, in dit programmaboekje wat ik hier nogmaals voor me heb, staat echt. Okay, nou, dan moet het zo later, toch? Vonden in Limbeek. Broekje van je vrouw. Wat zeg je, Bob? Broekje van je vrouw. Oh, top. Daar zie ik er knap uit. Had je die nodig? Ja, zeker. Nou, jammer dat hij niet gewassen is trouwens. Stinkt die? Nou, dat wil ik niet zeggen.